open training bij Ajax maandagochtend werd afgelast in verband met de situatie omtrent Abdelhak Nouri. Toch koos een groot deel van de selectie ervoor op facultatieve basis de voetbalschoenen aan te trekken. Na afloop van de training vertelt Marcel Keizer hoe het daar met de groep voor staat. Maar eerst deelt hij het laatste nieuws over Appie. Nou goed, laatste informatie is dat hij getest is. Dat zijn hart, spier en zijn hart oké was. Dat ze deze dag, vandaag, vanochtend neurologische testen gaan doen. En nou, dat is natuurlijk afwachten. Ik begreep dat de training vanochtend vrij was voor mensen die wel wilden trainen. En dat als je er geen behoefte aan had om te trainen, dat je ook voor jezelf wat kon doen. Ja, ik heb ook gezegd dat je daar... Daar kan je niet aan afwegen of iemand heel veel van Appie houdt of niet. Dat is ieder zijn eigen gevoel. Dus vandaag zijn er dan weer een aantal gesprekken met elkaar. De jongens hebben het er met elkaar over. Dat is eigenlijk ook wat je stimuleert. Dat je met elkaar toch dingen benoemt en dingen zegt. En de een uitzicht anders dan de ander. Elk persoon is anders. Dus dat moet je respecteren. En dan hoop je dat je snel weer tot bepaalde zaken kan komen. Maar dat zal ook allemaal afhangen van hoe de uitslagen zijn komende tijd. Lijkt me voor jou een bijzonder lastige klus om een beetje de balans tussen de mentale gesteldheid van de groep en de fysieke gesteldheid. Want er is nou eenmaal een belangrijke wedstrijd over 2 weken. Hoe ga jij daarom mee om als trainer? Ja, dat is ook een beetje je eigen gevoel. Natuurlijk is het een hartstikke belangrijke wedstrijd. Natuurlijk hebben we allemaal ons gevoel nu bij Appie. De meesten wilden vanochtend gewoon trainen. En zijn ook met Appie bezig, maar wilden ook gewoon trainen. Dat is voor mij lastig, maar voor iedereen lastig. Dus het is niet alleen specifiek voor mij lastig. Ik denk dat er een hele staf bij zit. Die daar ook continu het beste probeert uit deze situatie te halen. En dat is zo hard, zo moeilijk. Dus de komende dagen zal het nog even stoeien zijn. Is de training vanochtend qua intensiteit bijvoorbeeld wel enigszins aangepast? Nou goed, kijk, dit zijn allemaal topspelers. En als je dan gaat trainen, dan train je automatisch ook op dat niveau. Dat je tussendoor zelfs wel eens even met oefeningen, ben je nog steeds met dat bezig. Dat je, hoe zullen de uitslagen zijn en dat soort dingen. Dus dat hou je toch, dat je niet volledig de focus hebt. Lijkt me heel logisch, maar we hebben wel aardig wat gedaan. Ja, de komende dagen zullen zo zijn dat de balans gevonden moet worden tussen je denkt aan Appie, je denkt aan zijn gezondheid en je denkt ook aan Ajax en je denkt aan de eerstkomende belangrijke wedstrijd. En die balans moet je allemaal zien te vinden. Hoe blijf jij op de hoogte van de situatie van Appie? Nou, onze dokter zit er nog steeds. De teammanager is teruggegaan, dus die twee hebben nu wel aardig wat te verduren. Maar die houden ons continu op de hoogte. Je zei al, het is de komende dagen even een beetje aftasten hoe die balans is tussen de mentale gesteldheid van de groep en de arbeid die geleverd moet worden om een voetbalseizoen in te gaan. Heb je voor jezelf bedacht wanneer er weer volle focus op het voetbal moet? Nee, ik kan er echt geen antwoord op geven. Dus dat is ook iets, voor ieder voor zich is dat verschillend. De een kan dat misschien met een paar dagen. En de andere doet daar misschien wat langer over. Uiteindelijk weet de groep heus wel wat ons te wachten staat de komende tijd. En daar moeten we dan langzamerhand naartoe werken. Maar nu deze dagen zijn echt nog gewoon in gedachten natuurlijk bij Appie. En laten we de uitslagen afwachten. En als die positief zijn, zal het voor ons ook een stuk makkelijker zijn. Laten we dat eerst maar even afwachten. Op aangeven van de spelersgroep is de oefenwedstrijd morgen afgelast. Was dat een lastige keuze? Denk ik niet, hè? Nee, kijk, daar staat echt niemand zijn hoofd naar om nu een mooie oefenwedstrijd te gaan spelen. Ik bedoel, dat is heel spijtig voor de mensen daar in Rijnsburg. Voor onszelf ook, maar goed, er zijn grotere dingen in het leven. Hè? Dus dit is veel belangrijker dan een oefenwedstrijd. Tot slot, er zijn enorm veel steunbetuigingen gekomen van zo'n beetje alle voetbalclubs uit Nederland en ook daarbuiten. Hoe helpt dat jullie? Is prachtig. Dus alle steunbetuigingen voor Appie, voor Ajax, prima, prachtig. Dus dat is natuurlijk mooi. En dat betekent ook wel dat hij toch een vrij populaire jongen was binnen Ajax en in Nederland. Dus hartstikke mooi.